Team Paraguay, tweede geworden in de poolfase. Hola, señorita. Hola, hola. ¿Qué pasa? Ik versta het niet meer, want ik ben gewoon helemaal nergens. Hij ook niet, okay. Hij ook niet, hè? Hij heeft dat geleerd. Plezier. Maar Paraguay, jullie hebben het goed gedaan. Jullie hebben begonnen met verlies tegen Nieuw-Zeeland. Nee, niet tegen Nieuw-Zeeland, tegen Italië. Ja. Ik ben helemaal in de war. En 3-1. Toen dachten we, oeh, dat wordt spannend. Maar volgens 9 klinkers. Mark, ja. 9 klinkers, allemaal van jou. Vertel. Dus op een gegeven moment kom je een beetje in het ritme. Hè. Italië was een goede tegenstander om daar een beetje op te trainen. Absoluut een goede keeper. Ja. Dan moet je even meekomen. Als je dan een keer dat gevoel op te pakken hebt, ja, dan gaat het gewoon lekker. En dan zie je gewoon ook in de vervolgwedstrijd dat het goed uitpakt. Ja, nou ja, absoluut. Want jullie zijn tweede. Jullie gaan door en maandag strijden tegen Nederland. Ja. Wat denken we zelf, heren? Nou, het thuispubliek kan nog wel eens tegenzitten, maar verder dan denken we dat we nog aardig ver kunnen komen. Mits wij onze oranje daarvoor ook meenemen, want wij hebben gewoon in de verdediging staan. Ja, want een van jullie teamgenoten is al weg, die moet werken woensdag, een beetje onbegrijpelijk, maar... Ja, nou, deels zit er ook in dat hij heeft gewoon een vrouw die wel mee mocht. Normaal gesproken weet je wel, man, vrouwen gaan niet mee, het is mooi, maar... Ja, de trainer van de schoonzoon bent van de bondscoach, hè, dan loopt het even iets anders. Dan zul je vrouw mee moeten nemen en moet je ook luisteren, dat is wel een nadeel. Nou, het probleem ook daarom, dus mede waarom wij van Italië verliezen, is dat wij gewoon net die woensdag de training missen met een compleet elftal. Ja. Ja, want we zijn dan maar met z'n tweeën. Dan heb je er nog 9 nodig. Dat is wel lastig, nee, dat werkt niet, hè. Nee. Hey, maar jullie zijn team Blauwe Konijn. Ja, ja, ik wil graag even jullie rug van de shirt inzoomen. Ja. We hebben de vlag. Met het Blauwe Konijn in de World Cup. Mag je dat opmaken dat jullie vanuit dat jullie de World Cup in huis nemen? Wij zien onszelf wel als een serieus kandidaat voor de titel. Ik denk ook dat het niet onterecht is. Aan de andere kant, wat dat betreft, had wat ons betreft ook een Olympisch toernooi kunnen zijn. Yeah. Want voor ons is meedoen belangrijker dan winnen. En, de cameraman die is heel boos en die steekt zijn middelvinger op. Want die heeft onwijs veel training aan mij gegeven en dat heeft inderdaad niet echt zijn vruchten afgeworpen. Lag het aan de trainer of lag het aan jou? Ik denk dat mijn talent anders terecht had kunnen maandag wel antwoorden. Nou, duidelijk verhaal, heren. Ik wil je hartelijk dank voor het interview. Dank voor de mooie avond, de spannende wedstrijden die we gehad hebben. Ja, dat was en ja, we kijken uit de maandag tegen Nederland. Ja, we gaan even er naartoe. Ja. Super, dankjewel. Hey! Mark? Ik zeg het zo meteen.